Hey, Kerfschik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van Locomotion. En ja, vandaag wil ik even iets doen wat ik echt al een hele tijd wil doen, maar waar ik nooit echt naartoe ben gekomen. En dat is San Lorenzo South en San Lorenzo met elkaar verbinden. En dat de enige reden is eigenlijk omdat beide stations echt gewoon 1000 passagiers op het station hebben wachten. Dus dat zou denk ik echt heel erg winstgevend kunnen worden. Het is alleen niet echt de makkelijkste setup om zomaar even een spoor aan toe te voegen. Want er is namelijk niet heel veel ruimte voor. Wat we zouden kunnen doen is door de stad heen gaan, maar er is eigenlijk geen ruimte. Ik kan ook ondergronds gaan, want we hebben hier natuurlijk die... Hier hebben we die ondergrondse loop, daar zouden we op aan kunnen sluiten op zich. Ik denk dat dat het beste is, maar we moeten er natuurlijk ook weer uitkomen. En dan zou je hier een spoorwegovergang kunnen doen. Dat is makkelijk, maar misschien dat we daarvoor ook ondergronds moeten. Dus dat, want het is natuurlijk beter als je die sporen niet over elkaar heen laat gaan. Maar ik probeer het eerst wel even op deze manier. Dus dat houdt in dat we... even kijken hoor, waar hebben we ruimte? Hier zou ik dan langs moeten. En ik kan niks weghalen uit Caracas. Nou, ik kan hier wat weghalen, weet je. Want we gebruiken die oil refinery toch helemaal niet. Even kijken hoe ik dat ga doen. Kijk, dit is waar ik nu aan zit te denken. Ik hoop alleen niet dat we problemen gaan krijgen met treinen die er langs willen en zeg maar elkaar blokkeren omdat het nu een overgang is. Maar dat zullen we straks allemaal nog wel zien. Hier moeten we dus ergens ondergronds gaan. Dan is het misschien makkelijk om dat eerst even te doen. Dus dan pak ik even zo'n bocht. Is dat scherp genoeg? Ja, dat is scherp genoeg. Nou, misschien niet hè, want we hebben wel aardig wat ruimte nodig om de grond in te komen. Even kijken of dit lukt. Oké, eerst deze twee. En gaat dit een probleem worden? Ja, dat wordt een probleem. Dan doe ik wel gewoon een kleine bocht. Dit wordt toch niet, sowieso geen hoge snelheidslijn of zo. Het is echt maar zo'n kort stukje. Ik denk dat ik gewoon een RE nog wat ga gebruiken. Je zou dan ook zo'n multiple unit kunnen gebruiken. Ik weet niet, ik heb die nog nauwelijks gebruikt in Verto Olympio. Ik heb ze 1 keer gebruikt, maar ja, dat levert er gewoon niks op. En ik gebruik veel liever gewoon die normale RE of Klaas locomotieven. Ik weet ook niet waarom. Oké, dus we gaan hier gewoon even rechtdoor. Maakt allemaal niet heel veel uit hoe het eruit ziet. Maakt ook niet veel uit, zeg maar, of we een heel stuk rechtdoor gaan of niet. Weet je, dit hoeft niet perfect. Wordt toch geen hoge snelheidslijn, dus het maakt echt niet uit als we wat bochten erin hebben zitten die ervoor zorgen dat alles wat langzamer gaat. Want dat gaat er toch wel. Oké, dus we gaan hier even een bocht maken en dan hoop ik dat het zo ongeveer goed uitkomt. Nou, niet ongeveer, het moet eigenlijk precies goed uitkomen. Ja, zo, dat werkt wel. Noem nog even de turn signals, er zijn er maar een paar. Ja, daar. En laten we er hier eentje doen. San Lorenzo South wordt dan wel iets drukker bezocht. Het is ook maar 1 perron hier. Ja, het hoofdstation van San Lorenzo, daar gaan we dus op dit perron aansluiten. En dat is geloof ik alleen die trein of zijn het er 2? Nee, oké, het is alleen die trein, dus dat is helemaal geen druk spoor eigenlijk. Dus dat zou zeker te doen moeten zijn. Dus hier zijn we nu. Nu moet ik nog voor zorgen dat dit een loop wordt. Dus ik denk dat ik hier gewoon een overgang ga maken. Of ik kan ook vanaf hier redeneren, zeg maar. Dus we doen... zou het niet handig zijn om... Kijk, ik ga nog eentje rechtdoor. Zo. Om gewoon een deel van het spoor te delen. Dat is waarschijnlijk wel het beste. Dan hebben we dus niet echt een overgang. Gaat hij hier nou voor stoppen? Dat is omdat hij in zijn eigen blok zit. Oké, dat is niet goed. Dan moet hier dus even een turn signal. Dan hebben we dat verdeeld in 2 blokken. 2 bloksecties en dan doet hij het wel weer als het goed is. Kijken of ik dit voor elkaar kan krijgen. Die moet eigenlijk ook weer even weg. Dus die kunnen we hier naar verplaatsen. Anders kan ik hem niet bouwen natuurlijk. Zo. Moeten we even kijken hoe goed dit gaat werken. Ja, zo. En zo zou hij dan dus weer een loop kunnen maken. Het is niet echt de mooiste setup. Maar dat kan gewoon niet in deze situatie. Veel te weinig ruimte. Maar ik denk wel dat we hier serieus best wat mee kunnen verdienen. Deze is kapot. Ik heb echt ik weet dat het niet zo is. Maar ik heb echt het gevoel alsof deze al de hele tijd in het station staat. Natuurlijk is het niet zo. Misschien heeft hij gewoon een laag reliability en komt hij daarom moeilijk weg. En jij maakt heel wat verlies. Hoe komt dat? Kataito Factory is er nog. Is de
Chemical Plant weg. Nee. Waarom maakt hij dan zoveel verlies? Wat is hij aan het doen? Is er iets aan de hand of zo? Hij heeft gewoon chemicals getransporteerd. Hij zit ook gewoon vol. Dat snap ik niet helemaal. Yaquiba Sout, chemicals. Stop het Kataito. Oh, je moet ze wel offloaden. Waarom doet hij dat niet? Hoe kan dat? Heb ik dat dan per ongeluk weggehaald of zo? Want hij heeft het altijd gewoon prima gedaan. Dit is een van zijn enige goederentreinen die nog lange tijd gewoon goed werkte en gewoon winst maakte. Loading. En oké, hij zat al vol. Even kijken hoe dat gaat hoor. Want het zou toch wel jammer zijn. Hè? Waarom doet hij niks? Is zijn naam veranderd of zo? Ik snap er echt niks van. De factory is er gewoon wel nog steeds. Ja, ik weet het niet. We waren op zoek naar... Ik weet het niet eens meer. Een of andere trein. Ik wil ergens naar kijken. Oh ja, reliability van deze. San Lorenzo. Passenger San Lorenzo naar Marshalla. Kijken of ik die kan vinden. Het staat op naam, dus ik zou het best moeten kunnen vinden. Deze, ja. 11%. Oh, wauw. Ik moet denk ik toch maar weer een paar dingen gaan vervangen. Oh nee, er is al best wel veel. Best wel op lage reliabilities. En dit is een APT, dus die kan ik niet meer vervangen. Die heb ik niet meer. Ja, en er is gewoon geen goed alternatief eigenlijk. Zeg, nou ja, er zijn wel goede alternatieven, maar er is niks om echt snel door de bochten te gaan. Dus ik ben bijna geneigd om gewoon een RE hiervan te maken. Maar ik ga wel even kijken hoe een Electra Star het hier doet. Dit is gewoon... Die APT was eigenlijk gewoon de beste hoge snelheidslocomotief. Ondanks dat hij een niet zo'n topsnelheid had. Maar hij kon gewoon sneller bochten. En ja, hier de klas 158, die gaan ook 144. En dit is iets voor korte afstanden. Het is ook een korte afstand. Maar misschien dat je zelfs met een zo'n korte afstand nog wel met zo'n RE de 160 haalt of zo. Dus dan ga ik toch voor de RE. We doen hier maar een RE. En waarom is dat weggegaan? Is serieus die trein nu gewoon weg? Omdat ik het ding te lang open had staan? En niks meer deed? Dat is echt raar. Nou, moeten we dus maar een nieuwe maken. Oh nee, wat gebeurt er allemaal? Dat is raar. Ik wist niet dat het kon gebeuren. Maar oké. Dus we doen gewoon even dit. Electra Star. Hij gaat zijn topsnelheid niet halen. Gaat waarschijnlijk zelfs heel langzaam. Vanwege al die bochten. Waar gaan we ook alweer heen? Oh ja, Marshalla. Zo, ik denk tenminste niet dat ik waypoints nodig heb. En anders zou het best wel jammer zijn. Nou, doe je ding. Kijken of dat goed gaat. Ik weet niet waarom het mis zou moeten gaan. Maar misschien heeft hij ergens de verkeerde. Nee, dat doet hij niet. Hij heeft geen waypoints nodig, denk ik. Oké, zit hij ook vol? Ja, gelukkig zit hij vol. Dat is mooi. Dan zou het jammer zijn. Het zou heel zonde zijn als deze stations nu opeens minder bezocht werden. En het is natuurlijk, weet je, het gaat een beetje in. Het komt en het gaat, weet je, soms hebben ze 1200 wachtende passagiers, soms 600. Maar 600 is alsnog heel erg veel. En dat betekent dat we alsnog niet echt maximaal gebruik maken van de winst die we uit die passagiers kunnen behalen. En daar gaat het natuurlijk om bij dit spel. Wat doen we dan? Mark 3. Of hebben we ondertussen iets beters? Het is 72 passagiers, 209, 201. Ja, ik geloof dat ik die in de vorige episode ook al had gebruikt. Maar dit, zal ik het gewoon vier wagons geven? We hebben toch meer dan genoeg passagiers die wachten, dus waarom niet? Oké, dus ik ga even hier wel wat waypoints doen voor de zekerheid. San Lorenzo South, dan waypoint. Nog een waypoint, want je weet maar nooit. Dan San Lorenzo. En dan nog een waypoint. En dan zou je het... Nou, doe ik hier ook nog wel een waypoint. Oké, ga je gang. Misschien dat we hier zelfs twee treinen willen hebben, afhankelijk van hoe succesvol het is. En onze performance is naar beneden gegaan. Dat is jammer. En het is best wel raar, want op deze grafiek lijkt het alsof we nooit de 100 aantikken. Maar het is wel degelijk zo. En ja, dit is natuurlijk wel een probleem. Deze is nu kapot. En dit is een APT helaas. Oh nee. Waarom is de APT obsolete geraakt? Waarom is er eigenlijk niks beters voor in de plek gekomen? Dus ik moet het even allemaal weghalen. Maar ik hoop niet dat de trein dan zeg maar veilig wordt. Oké, snel moet kiezen. Snel te kiezen. Electra Star. Dat wordt het dan maar. Dus niet echt een geweldig alternatief. Maar het moet er maar. Eigenlijk heb ik hier twee perrons nodig. Dat is wel zo. Jij moet ook een Electra Star worden. Het is heel jammer. Dat ik gewoon geen alternatief heb eigenlijk.
Er is geen hoge snelheidstrein die, zeg maar, snel kan gaan en ook snel in bochten kan gaan. Dat is een beetje jammer, want bochten hebben we hier zeker wel. Nou ja, we gaan het maar even zien hoe ver we komen met de Electrostar. En ik geloof niet dat er nog een voordeel is als je bijvoorbeeld een TCV gebruikt of zo. Nou, deze zit bij dat station. Deze zet ik dan hier neer. Dan is het mooi in balans, zeg maar. En dan hoop ik dat het allemaal een beetje goed gaat. Ik hou hier even een oogje op. Ondertussen zijn we hier bij San Lorenzo. Is aan het laden. Het is natuurlijk wel een lange trein en een kort station. En ik geloof dat omdat het station zo kort is vergeleken met de lengte van de trein, dat het laden dan ook extra lang duurt. Want dit duurt echt eeuwen. Het is echt niet normaal. Eigenlijk moet ik het gewoon opslissen in twee treinen. Ik heb nou niet kunnen zien hoe hard die ging. Maar je ziet dus dat deze maar 162 gaat. De APT ging op dit hele traject niet langzamer dan 200. Nou, natuurlijk ging je langzamer, maar bij de stations ging je langzamer. Maar op dit traject zelf ging je niet langzamer dan, 209 km per uur. Dus dat is best wel zonde. Hier gaat ook iets een beetje mis. Deze kan niet gaan, omdat die niet kan gaan. Ja, oké, nu kan het, geloof ik. Het houdt een beetje elkaar. Het houdt elkaar allemaal een beetje op. Dat is niet echt een goede situatie. Misschien stabiliseert het, anders moet ik echt wel een tweede perron toevoegen. Het ding is, dit is wel een heel lang traject, dus deze treinen komen niet heel vaak lang, zeg maar. Kijk, wat haalt hij nu? Oké, hij haalt wel 230, de APT haalt wel 257 hier, geloof ik, omdat hij niet zo af te remmen voor de bochten. Nou, in ieder geval is het alsnog een prima spoor en waarschijnlijk hartstikke winstgevend ook, dus niks te klagen eigenlijk. Oké, train 42, die ga ik even naam geven. Oké, dat lijkt me goed. En dan... ik heb nog niet eens gekeken naar hoeveel winst die maakte. Dat is dus gewoon... Dit is veel. Dit is 1 miljoen in 19 dagen. Dat is zeker niet niks. Ik vraag me af hoe hoog hij dan komt te staan. Ik weet dan nooit zeker of het helemaal is bijgewerkt. Maar even kijken waar hij nu staat. Ik zie hem nog niet staan in ieder geval. Nee. Oh, dat is eigenlijk teleurstellend. Het is waarschijnlijk nog niet bijgewerkt, want dit is echt heel goed. Meer dan 1 miljoen. Dat is mooi. Even kijken hoe deze doen. Ook is het vast ook nog niet helemaal beslist, zeg maar. Nou, dat is ook gewoon 1 miljoen per lading. Ik ga het zo even zijn ding laten doen. Kijk, nu is het opeens 12 dagen. Dat is misschien een beetje... Dat is een beetje het verschil. Maar je moet er wel rekening mee houden dat het... afzetten van mensen ook allemaal tijd kost. Oh wauw, hier wachten nu nog meer passagiers. Dat is echt belachelijk. Misschien is San Lorenzo nog meer aan het groeien op dit moment. Ja, weet je, het helpt als je één station hebt in een stad. Maar we hebben nu meerdere stations. In ieder geval twee. Hebben we meer stations? Nee, we hebben geloof ik twee stations in San Lorenzo. Die ook nog eens met elkaar te maken hebben. Passagiers naar elkaar sturen. Dus dat is echt de ultieme manier om een stad te laten groeien, geloof ik. Hartstikke leuk. Ik ga even kijken wat ik verder nog kan doen. Misschien zijn er meer... steden met San Lorenzo te verbinden. Want het is echt extreem winstgevend. Oké, ik ga hier een paar aanpassingen maken. Als dat mogelijk is. Want sommige dingen passen misschien niet helemaal. Zoals je ziet ben ik hier bezig met dit spoor. Ik heb hier een extra perron bijgebouwd. Daar kom ik zo wel op terug. Maar ik ga dit spoor eventjes naar binnen verplaatsen. Dus dat betekent dat we hier terecht gaan komen. Even kijken. Dan gaat dat zo hier naar de binnenkant. Denk ik. En het wordt straks wel duidelijk waarom ik dit allemaal doe. Het is in ieder geval goed, weet je. Want dan hebben we iets meer spoor, kunnen de treinen iets beter verdelen, zeg maar. En dan moet ik even terugplaatsen. Als dat kan. Nee, het kan niet. Hier ongeveer dan maar. Ja, dus met dit perron wil ik hierheen, naar Trujillo. Tenminste, net toen ik hier keek. Ja, dit zijn toch weer 500 passagiers. Het lijkt helemaal niet zo'n druk station. Maar 500 is echt niet niks. Dus op de een of andere manier... hiermee verbinden. Ik denk dat het beste gaat op deze manier. Weet je, hier staan redelijk weinig gebouwen. En dan kunnen we hier... hier ga ik liever niet tussendoor. Ik ga denk ik gewoon zo verbinden. Dat is wel het plan. Dus dan komen we zo aan. Gaan we langs dit perron en langs dit spoor. Dus dat is dan allemaal netjes gescheiden. En vanaf dit spoor kunnen we zo weer... Moet ik dit even afbouwen? Dit wordt wel steeds een ingewikkelder iets. Oh nee. Ik kan er niet door vanwege die farm. Dat ga je niet menen. Dat is echt heel erg. Ik had een heel plannetje. Maar ik hoop zo erg dat deze farm gewoon failliet gaat.
Ja, dat is dan geen optie meer. En ik heb er niet zo heel veel zin in. Ja, deze mag nu wel gaan rijden. Ik heb niet zo heel veel zin in dat we, zeg maar, hetzelfde perron gebruiken voor alles. Want het wordt veel te druk. Dus dan moet ik wat anders verzinnen. Ik weet nog niet echt wat. Oké, het enige wat we nu kunnen doen is dit. En het wordt een stuk minder elegante oplossing. Het gaat er echt niet goed uitzien. Maar ja, het moet dan maar. En het station wordt ook een stuk korter, wat natuurlijk ook wel jammer is. Hier moet ik langs. Dus ik doe denk ik gewoon even dit. Ik moet even denken hoe die aankomt. Dus ik kom zo aanrijden, stop bij het station. En dan rijdt hij zo via de buitenste baan weer terug. Dan komt dat hier allemaal samen. Ik weet niet zeker of dat goed gaat. Maar op dit moment heb ik het zo gedaan dat alles samenkomt. Als dat voor problemen zorgt, moeten we er maar even wat aan doen. En dan komt hij dus zo weer terug. En dan gaat hij zo rechtdoor. En dan moet hij op de een of andere manier daar weer mee verbinden. Dus hoe kunnen we dat het beste doen? Ik kan hier niet doorheen, tenminste. Nee, kan niet. Heel jammer. Ik kan daar ook niet tussendoor. Enige optie is als ik hier langs ga. Dus dan moet ik hier iets heel geks gaan doen. Maar het kan op zich. Het wordt niet mooi. En ook niet echt overzichtelijk. Maar het kan. Ik zie op dit moment tenminste niet echt een betere optie. Nou, weet je, ik kan hem ook dit laten doen. Dus dan kom ik er hier uit. Ja, dat is denk ik beter. Dat ziet er iets beter uit. Dan maken we iets beter gebruik van de ruimte, denk ik. Oké. Dus dan ga ik nu nog twee dingetjes rechtdoor. En dan kom ik er zo wel naast, denk ik. Ja, dus dat is wat we kunnen doen. Dan is het in ieder geval opgelost en gaat het werken. Ja, het wordt best wel druk hier. Maar dat is op zich goed, weet je. En dat betekent, wauw, bijna 2500 passagiers. En hier, 1300. Dat is echt belachelijk veel. Daar moeten we echt gebruik van maken. Maar ja, dat krijg je ook gewoon. We hebben gewoon steeds minder ruimte te besteden. En dan krijg je dit soort dingen. Maar dat is niet per se erg. Het is ook een leuke uitdaging om dit allemaal te laten werken. Want hier gaat al iets mis. Waarom moet hij wachten? Ik zie op dit moment even geen reden waarom die zou moeten wachten. Waarschijnlijk moet ik gewoon op de nieuwe baanstukken turnsignals hebben. Dat lost vaak... Oeps. Het lost vaak al veel dingen op. Nou, het is niet echt logisch waarom ik dit hier zou moeten hebben, maar oké. Wat is het? Nou, ik kijk er wel even naar en ja, dan ben ik zo terug. Oké, ik had ergens een turnsignal te weinig, voor de rest niet heel erg interessant of zo. Dus ik heb het off-camera gefixt. Hier gaan we gewoon rechtdoor. Probeer zo min mogelijk kruisingen te maken. En ik denk dat het hier al tijd is eigenlijk voor een... of een S-bocht, of ik kan dit gewoon een beetje aanpassen dat we iets meer naar voren gaan hier. Want we moeten uiteindelijk hier uitkomen. Is het nu op dezelfde breedte? Nee, oké. Als we dit doen, klopt het als het goed is wel. En hier komen we dan gewoon precies op dezelfde manier aanrijden. Hier kan ik hopelijk... Nee! Oh nee, al die vervelende industries waar ik niks mee kan en niks mee doe. Oké, ik heb het uiteindelijk wel kunnen fixen. Het is weer niet de meest elegante manier, maar dat moet er maar. Hier moet ik ook helaas wel ondergronds. Dat is jammer, want het kost een heleboel tijd. Maar ja, ik kan dus geen huis meer slopen. En ik zal straks eventjes naar een reactie kijken van Elisha, die ook bij Rollercoaster Tycoon 2... Nou, tenminste, ik dacht dat zij het was. Ik zal wel even kijken. Ook bij Rollercoaster Tycoon 2 hele behulpzame reacties achterliet. Maar in de reacties stond in ieder geval dat als we geen huizen kunnen slopen in de stad, dat het dan komt door de rating die we krijgen van die stad. En die kan ik straks wel even bekijken. Eerst even dit verbinden. En dat gaat zo. En dan is het helemaal prima. Bijvoorbeeld Trujillo. Je kijkt hier naar... Oh, oké. Daar staat gewoon niks over. Dat is ook interessant. Oh, ik moet op een station klikken. Dat is het. De rating is hier best wel laag voor alles eigenlijk. En het heeft er iets mee te maken met hoeveel, met wat voor percentage van de totale hoeveelheid passagiers die hier aankomen, ik daadwerkelijk meeneem. En die komen zoveel passagiers aan, weet je. Zoveel kan ik er gewoon niet meenemen. Ja, ik ben nu dus mijn best aan het doen, maar het lukt echt niet bij deze enkele extra trein. Dus dat is een beetje het ding. Ja, daardoor blijven die ratings altijd best wel laag bij mij. En dat zorgt dus ook voor dat je niet al te veel huizen mag slopen, omdat ze je niet mogen. Dus in de reactie stond dat als we meer bomen zouden bouwen, dat we dan misschien een stad tevredener konden krijgen. Dat was tenminste hoe het in... Werkt dit? Nee, ik wil wel een brush natuurlijk. Als het überhaupt kan. Misschien kan het dan in de scenario editor. Ja, ik weet niet. Dus bij welke stad horen deze huizen überhaupt? Andoas, oké, is Andoas waarschijnlijk hoor. Tenminste, dat werkte in Transport Tycoon.
En dat is natuurlijk... Waarom zijn die bomen allemaal zo klein? Of ben ik nou gek? Dus dat werkte in Transport Tycoon volgens die reactie. Ik weet niet of het ook in Locomotion werkt, maar het valt te proberen. Ik weet alleen niet waarom ik alleen maar zulke kleine bomen krijg. Maar ja, het zal wel. Het lijkt me best wel onlogisch. Nou, niet best wel onlogisch, maar onwaarschijnlijk dat het werkt. Maar weet je, ik ga het gewoon proberen. Ik plaats af en toe wat bomen overal en dan kijken of het werkt. Het is op dit moment best wel hard aan het omweren. Zou je kunnen horen. Dus, en de markt is dat ook net iets mooier. Dus dat is ook wel leuk op zich. Geen idee of dit gaat werken. Want kijk, Andoas geeft ons helemaal geen rating, toch? Oh nee, oké. Oké, dit gaat dus niet om de rating van de stations. Want dat is de enige waar ik toen opkwam. Het gaat om deze rating. Die is 57%. Laten we dat even in ons achterhoofd houden en kijken of het stijgt. Oh, wauw, het werkt zeker weten. Dankjewel, Elysia. Want we zitten nu op 80%. En nu kan ik inderdaad weer huizen slopen. En nu daalt de rating weer. Dat is geweldig. Dus gewoon door een paar bomen te planten gaat onze rating omhoog. En kunnen we weer doen wat we willen. Dat is heel fijn, want ik vond het altijd heel erg beperkend. Wel realistisch natuurlijk, maar heel erg beperkend. Dat je op een gegeven moment gewoon geen kant meer op kon door al die huizen. Dus dat hebben we nu opgelost. Jammer genoeg is er weinig ruimte voor bomen, maar misschien kunnen we wel huizen slopen om bomen te plaatsen, maar dat werkt dan natuurlijk ook niet echt op de goede manier. Maar in ieder geval, als we nu in de toekomst een probleem hiermee hebben, kunnen we dat hopelijk gewoon oplossen. Dus heel erg bedankt voor je reactie, want het helpt echt gewoon heel erg. Oké, alle turnsignals, nou ten eerste alle rails staan op hun plek en de turnsignals ook. Dus ik ga je denk ik maar even beginnen met twee locomotieven, even kijken hoe dat gaat. Wat is het verschil tussen deze twee? Dit is een driving carriage. Oké, dus dit kunnen we ook gewoon als locomotief gebruiken. Ik ga 209, RE gaat 225, vermogen 6000 en deze heeft... Staat er niet bij. Oké, dat is interessant. Dit is een... deze heeft geen electric wires nodig. Dat is wel raar, want het ziet er wel uit als een elektrische locomotief. Dit snap ik niet helemaal. Waarom staat er geen vermogen bij? Er staat dat het een driving carriage is, maar het lijkt helemaal niet... Dat te zijn. Nou ja, het zal wel. In ieder geval ga ik gewoon voor de RE. Ik weet omdat ik er bekend mee ben. Oké, de Sandrenso South. Dan ben ik heel erg benieuwd of hij dit uitvogelt, de route op zichzelf. Laten we even kijken of hij dat kan. Soms is het best wel onduidelijk, ja, zoals nu, of er waypoints nodig zijn of niet. Maar we gaan het zien. Kijken of het voorrecht zou die echt wel moeten doen. Ja, vol met... Oh nee. Hier staat denk ik een turnstile aan de verkeerde kant op, anders zou hij dit niet doen. Nee, hij staat wel de goede kant op. Oké, dan weet hij geloof ik echt niet waar hij heen moet. Of hij mist gewoon een stuk rails. Hè? Oké. Kijk, dat kan ook nog. Dan zou ik het wel graag willen bouwen. Oké, dat is een probleem. Nou, nu zou het opgelost moeten zijn. Nu vindt hij hopelijk wel gewoon waar hij heen moet. Ja... Het is altijd echt maar de vraag hoe slim het AI is. Ja, dit moet ik eigenlijk verdubbelen. Want komt het allemaal samen op één punt. En dan moet iedereen alleen maar op elkaar wachten. Hier haalt hij zelfs nog wel de 180. Dus dat is nog wel een mooie snelheid, vind ik. Nou, komt hij langs Trujillo. Weet je hoe druk het nu is? Oh, wauw. 750 passagiers bijna. Dus dat betekent dat we hier ook best wel een extra wagon aan toe kunnen voegen. Of een extra trein zelfs. Station kan ook wel wat langer. Ja, dus dat is leuk. Sandrenso South nog 5000 passagiers. Oké, ik heb nooit meer dan 2000 gezien eigenlijk. Dat is echt belachelijk. Sandrenso, 1000 passagiers. Oh, wauw. Waar komt het allemaal vandaan? Oké, Sandrenso is gedaald in populatie. Net was het 19.000. Omdat ik hier net een paar gebouwen heb weggehaald. Maar dat is belachelijk. 5000 passagiers. En hier moet iedereen op elkaar wachten. Ja, dat is niet echt ideaal. Wat gaan we dan doen? Ik denk dat ik daar in de volgende episode maar naar ga kijken. We hebben hier de... Ja, de buitenbaan. Die kunnen natuurlijk... Dit kan ik gewoon echt... Dit kan ik nog eens heel lang... Een stuk langer door laten gaan. En dan hiermee verbinden. Dus dat het niet samen wordt gevoegd met deze rails. Misschien dat helpt. Maar ja, dat gaat allemaal later wel. Maar ja, dat was echt alles voor nu. Tot de volgende episode.